Hoi iedereen, vandaag heb ik weer een lookbook voor jullie. Dit heeft allemaal te maken met de lente, oftewel spring. Kijk mee naar een aantal outfits die je kan dragen in de koudere dagen van de lente. Er komen een aantal lookbooks online deze lente. Want ik vind het leuk om in de zomer en lente lookbooks te maken. Ik zal ze nog een beetje verder toelichten met deze voice-over. En veel plezier met kijken! In deze eerste outfit draag ik mijn sweater van de New Look met Nothing to Wear erop. Daaronder draag ik een broek van The Only. Hij is een beetje een leather look en hij is heel donkergroen. Daaronder draag ik boots van de CNA van vorig jaar. En mijn jas die ik van mijn moeder een keer heb gekregen. En mijn tas van Parfois. In deze tweede outfit was het een stuk lekkerder weer. Dit blouseje komt van de Primark. De jeans had ik in de vorige outfit ook aan van de Only. En de boots had ik ook in de vorige outfit aan. De volgende outfit is eigenlijk bijna hetzelfde, maar hier draag ik een heerlijke jas van de Vero Moda boven, die heel erg fluffy is, wat ik echt super fijn vind. Oh, en trouwens, deze broek is van de Bershka en dit is niet zo'n leather look broek. De volgende outfit is weer totaal anders. Ik draag hier een jas van de Primark, hele oude schoenen van de Bristol, een broek van de Bershka en mijn soort van tuniekje. Is van Boohoo. Het shirtje dat ik in deze outfit draag is van de CNA van een paar jaar geleden. De broek is weer van de Bershka. En de schoenen zijn van de Bristol. En dit hele leuke lentejasje heb ik in de sale weten scoren bij de Primark. En I love that color. Oh, en trouwens, wat vinden jullie van de matching nail polish? Dit is eentje van de Berry M Jelly Nail Polish.